TBN, PRIMEALERT en de SRS, die hadden een vraaggesprek met vicepresident Ronnie Brunswijk, waar wij dan aan hem vroegen over de samenwerking tussen de VHP en de ABAP in 2024, wat de zaken zijn in 2023, wat de vicepresident toch wel minder vond. Nou, de vicepresident die is vrij duidelijk dat er toch wel een aantal zaken zijn geweest waar hij zich ernstig stoorde. En één is dat het benoemingsbeleid dat personen op ABOP-ministeries, ambassadeurs voorgedragen door de ABOP, dat allemaal te lang op zich laten wachten voordat zij naar hun standplaats kunnen gaan. Maar ook de uitholling van de ABOP-ministeries, daarop is de vicepresident daar ook allemaal ingegaan. U hoort vicepresident Ronnie Brunswijk. Nou kijk, in ieder geval mag ik u zeggen dat, laat me alvast, dit is mijn eerste keer dat ik de Surinaamse gemeenschap met wiens alles mijn moeiari. En precies wat ik van Betaki, ik hoop dat hij in jaren 2024 zal hij een beter jaar doen. Ja, dus nou optimistisch ben ik niet, maar ik ben wel overtuigd dat dit jaar we een betere beurt gaat maken. Ja, we zijn vandaag bezig met de begroting. Begroting is nodig om geld te hebben om projecten uit te voeren. Ik hoop dat wij 2024 tastbare resultaten kunnen neerzetten waar die mensen kunnen zien van ai, er geen iets doen aan zijn. Natuurlijk is het niet wat het wezen moet in 2023. De samenwerking die was hier en daar. Soms zijn er ontevreden, vooral bij mij hoor, heel veel ontevredenheid. Bijvoorbeeld, wanneer we praten over ambassadeposten, dan zie je dat alle mensen van de VAP weggaan en de mensen van de andere kant, die zijn tot nu toe nog niet weggegaan. En we hebben maar een jaar en 7 maanden. Ja? 3 jaar zijn voorbij dat die posten ingevuld moeten worden. Er zijn een aantal dingen. Directeuren bij ons die benoemd moesten worden, worden heel lang gehouden. Terwijl van de andere kant binnen één dag. Dus al die dingen, wrijving enzovoorts en ontevredenheid bij de achterban. Maar ondanks dit alles heb ik gezegd, nee, we hebben ons gecommitteerd in deze coalitie. Wij gaan door tot de laatste dag. Ja, wij gaan niks laten voor niemand alleen. Het volk heeft voor ons gekozen en de vertrouwen in ons gezet dat regering Santoki Brunswijk vanaf begin van deze regering tot het einde van de regering. Dus vandaar dat ik zeg van, ik ga gewoon keihard door. Die dingen wat ik hier heb genoemd zijn bijvoorbeeld partijzaken. Ja. Maar wat belangrijk bij mij is, al worden die posten niet bemand enzovoort. Maar de samenleving, de sociaal zwakkere, daaraan moeten we kijken. We moeten kijken om dit land naar een hogere hoogte te brengen. Dus dat is mijn visie. Ja. Ik weet dat u tijdens uw laatste gesprek ook had gezegd, of laatste interview, dat u deze knelpunten, onder andere ook dat de ministers bijvoorbeeld van de ABOP de gelden krijgen om hun werkzaamheden te kunnen doen. Hebt u deze zaken intussen met de president besproken? Ja, we hebben besproken. Kijk, wanneer je met de president praat, dan zegt hij ja. Maar naar de hand, kijk, we hebben hier ook gesproken, zelf in het parlement, dat het probleem van water wordt opgelost. Hier in het parlement hebben we gezegd van 7,5 miljoen is gereserveerd. En tot nu toe is er geen enkele cent gegeven. En hoe moet dan SWM werken? Dus al deze dingen zijn dingen die we elke dag weer op tafel brengen. En dan hier klat strijken. Dan die problemen weer oppakken en proberen oplossingen te vinden. Maar die oplossingen komen heel langzaam. Dat is het probleem. Vindt u dat er uitholling is bij ABAP-ministeries? Ja, natuurlijk is er uitholling. Maar ik wil daarover niet meer praten. Dat hebben we gezien dat er uitholling is. Bij KBB zijn zoveel afdelingen afgepakt. Bij sociale zaken zijn de presidentiële commissie die daar te zeggen hebben. Het interesseert me niet. Je mag 1000 presidentiële commissie. Als maar één punt, als maar bijvoorbeeld Romy is daar gegaan. Als maar die woningen worden gebouwd. Als
die dingen maar worden gedaan voor de samenleving. Dan interesseert het me niet wie je daar wil plaatsen. Ja, maar we moeten voor de gemeenschap werken. En als hij vindt dat die commissie beter is, dan laat die commissie werken. Maar als de commissie succes heeft, heb ik ook succes. Dus vandaar dat ik me niet meer druk maak met presidentieel commissie, met dat. Het enige wat me interesseert is dat wij de Syrische samenleving moeten dienen. En dat wij oprecht aan het einde van het jaar kunnen zeggen van oprecht, we zijn niet corruptief bezig geweest. We zijn gewoon gericht het volk te dienen. Dus dat wil ik. Maar politiek-wise, heeft dit geen negatief effect op uw partij? Want mensen kunnen zich al gauw gaan afvragen van, maar dat wil zeggen, de ABOP-ministers hebben niet gepresteerd, terwijl u aangeeft dat u juist wil presteren, maar dat de middelen er niet zijn. Maar dat heb ik al lang gezegd, ik word al lang doorgegeven. Niemand kan zeggen dat de ABOP-minister niet presteren. We kijken maar naar die programma wat we hebben uitgezet. Kijk naar wat we willen doen. En ik heb een project. Al 3 jaren, Poeketi. Ik weet niet of je wat bij die start van het project was. We zijn al 3 jaren bezig. Ja. En we ontbreken maar 2 miljoen om vanaf Poeketi tot en met Godolo stroom te geven. 1x24 uur stroom. 2 miljoen. En we krijgen dat niet. Dus dan zie je dat wij die programma hebben. Maar uiteindelijk gaan we niet meer zitten schreeuwen en zo. Ik wil gewoon afronden. En als we dan bijvoorbeeld van die 17 ministerie van dit jaar 17 tastbare projecten kunnen neerzetten, dan ben ik ook tevreden. Maar hebben jullie gesproken, VP, wat jullie precies willen gaan doen om die armoedevraagstuk aan te pakken? Ja. De armoedevraagstuk is bij ons op de agenda. En ik mag u zeggen dat er bijvoorbeeld, ik heb gezegd, de president heeft zijn eigen commissie daar. Wij gaan samen de minister ondersteunen om de sociale projecten uit te voeren. Ja. En dat van de prijzen, we weten dus dat u een uitgesproken mening daarover hebt. U hebt ook al aangegeven dat van die foodbasket in feite niet werkt. Hebt u een idee hoe dat nu wel kan werken of hoe u dat zal gaan aanpakken dit jaar? Nou, over foodbasket gesproken is een goed ding. Mm-hmm. Als je naar de gemeenschap toe gaat en goedkope producten brengen, vooral de eerste levensbehoefte is goed, maar je ziet het, bijvoorbeeld de VAP heeft zoveel foodbasket gezet en de ABOP niet. Maar ik ben blij, want het gaat naar de mensen van mij toe ook. Ja. Dus als het de ABOP het niet, maar is de regering die dat zet. Ja. Maar goed, het is al laat. VP, toch nog dit, van die samenleving. Hoe kijkt u naar de uitvoering van het vonnis van de heer Boutersen? Oh, dat laat ik over aan het Openbare Ministerie. Ja. En klopt het dat er voor hem speciale zaken worden neergezet of gebouwd bij het militair hospitaal? Dat moet u minister van Justitie vragen.